Zo, Fem van Oppel, die eerste ronde, er gebeurt heel veel. Uit klikpedaal, die valpartij. Maar je leek zo rustig. Was dat echt zo? Ja, ik zat er al eigenlijk voor de start al niet echt gefocust in. Ik had niet echt het idee dat ik heel gefocust aan de start ging staan. En dat bleek ook wel niet goed in mijn pedaal komen en enkele foutjes. Dus ik probeerde gewoon rustig te blijven. En uiteindelijk leverde dat wel genoeg op. Daarna ga je heel snel solo, weer al een grote solo zeggen. Geniet je hier meer dan van een duel? Ik probeer gewoon van elke wedstrijd te genieten. En ik denk dat het heel speciaal is dat ik nu op dit niveau rondrijd. Dus wat ik zeg, ik probeer er gewoon van te genieten. En het is gewoon heel bijzonder hoe het dit seizoen al loopt. Het lijkt er tot nu toe op dat je toch een stap hebt gemaakt ten opzichte van Puk. Denk je dat dat misschien ligt aan het wegcampagne dat je hebt gehad? Ik denk zowel dat ik als Puk stappen heb gemaakt. Puk heeft natuurlijk een super mountainbike seizoen gereden. Ik het tweede deel van het wegseizoen reed ik wel redelijk goede uitslagen. En ja, het is wat ik zeg, binnen Jumbo-Visma is het gewoon echt top qua begeleiding. En het materiaal is perfect. Dus ik denk dat ik het vertrouwen binnen de ploeg heb. En dat geeft gewoon een heel groot voordeel mentaal voor mij. Laatste vraag, je vertrekt nu weer op stage. Waar ga je aan werken? Vooral eens even lekker genieten van die zon, want gewoon een shirt en een broek in plaats van al die overschoenen en handschoenen. Maar het is vooral aan de basis werken voor het komende wegseizoen. Dankjewel.